Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Het is wisselend bewolkt boven Nederland, met name in het noordoosten en zuiden van het land. Daar breekt toch wel flink de zon door. In het midden van het land en in het oosten zijn er wat meer wolkenvelden en daar blijft ook de temperatuur vanmiddag wat achter. Maar toch zijn er op veel plaatsen vanavond en vannacht ook nog een aantal opklaringen. Als ik wat inzoom op het beeld, dan is dat goed te zien. Maar als we dan vast vooruitkijken naar vanavond dan is het in het oosten vaak helder met dan misschien in het oosten van het land al temperaturen die richting het vriespunt dalen maar vanuit het westen dan neemt de bewolking al steeds verder toe. In het midden van het land zijn er ook nog een aantal opklaringen, maar ook daar wordt het later op de avond al bewolkt en daar zijn de temperaturen een stukje hoger met ongeveer 4 of 5 graden. Vannacht in het oosten, misschien ligt de vorst lokaal min 1, misschien wel min 2, met daarbij kans op wat nevel of een enkele mistbank. Op andere plaatsen daalt de temperatuur niet heel veel verder dan 1 tot 4 graden, de hoogste waarde onder de bewolking. En waar het wisselend bewolkt is, koelt het dan niet verder af dan een graad of 1. Morgen wordt het dan vanuit het westen op steeds meer plaatsen bewolkt. In het oosten is er in de ochtend misschien nog wel wat zon. Misschien ook een deel van de middag in het zuidoosten nog wel wat. Later in de middag kan er lokaal wat lichte regen gaan vallen. En dat dan is dus met name in het westen en noordwesten van het land. Net als vandaag wordt het morgen opnieuw zo'n 5 tot 9 graden. De komende dagen dan blijft de bewolking toch eigenlijk wel overheersen, maar wordt het wel langzaam kouder. In de loop van de week gaat wel de zon alsmaar vaker doorbreken. De aangevoerde lucht wordt iets droger. Maar op dinsdag is het nog ongeveer een graad of 5 overdag. Maar dat rustige weer dat houdt niet heel lang aan. Want vanaf donderdag dan wordt het hoge drukbolwerk wat boven Europa ligt uiteindelijk deels opgeruimd. En dan komen er steeds meer oceaanstoringen vanaf de Atlantische Oceaan dichterbij. Dat betekent dat het op lange termijn zachter gaat worden. En dat het misschien met kerst wel eens zacht en groen kan gaan worden met misschien wel wisselvallig of onstuimig weer. Want in de komende periode na volgende donderdag zal ook geleidelijk aan steeds de wind verder gaan toenemen. Mijn naam is Wilfred Janssen van weerplaza.nl.